Het nieuws van Twente van vrijdag 2 november. De huisartsenzorg in Twentse steden staat onder druk. Een expositie in Twente over naakt in de kunst. Wat we hebben gedaan is werk uit onze eigen collectie, de collectie No Hero. Daar dan de naakten uit te zoeken. We hebben niet alleen maar naakten natuurlijk, maar die hebben hier een aantal bij elkaar gezet uit verschillende landen. Om de discussie over naakt in de publieke ruimte met elkaar te voeren. Goedenavond. Vijf Twentse gemeenten hebben miljoenen euro's ontvangen van het Rijk. De kosten voor de gemeente zijn enorm gestegen sinds ze verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg en de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Na lang onderhandelen tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk zijn ze tot een compensatie gekomen. Enschede krijgt 13,3 miljoen euro. En ook Hengelo, Almelo, Twenterand en Lossen krijgen geld. We blijven even in de zorg, want ook in de huisartsenzorg is er een tekort. De huisartsenkring Twente vreest de komende jaren problemen met het aantal huisartsen in de regio. Binnen nu en 5 jaar worden alleen al in Enschede en Almelo 18 praktijkhouders 65 jaar. De huisartsenkring Twente komt met een plan om te voorkomen dat patiënten straks geen huisarts meer hebben. Doordat Enschede op een stuwwal ligt, moeten er maatregelen worden genomen om de waterhuishouding onder controle te krijgen. En daarmee loopt Enschede landelijk gezien voorop, vindt watergraaf Stefan Kuks. Volgens hem is Enschede dé regenwaterstad van Nederland. Ja, we staan hier op het waterplein in Roombeek, achter de museumfabriek. En ja, zoals je ziet, dat is een heel groot plein waar normaal altijd water staat. Maar aan de kanten zitten tribunes. En daar kunnen mensen zitten en kijken naar deze catwalk waar we hier staan. Hier worden wel eens modeshows vanuit de Aki gegeven of muziekvoorstellingen. Je kunt er gewoon overheen flaneren. Maar deze bak kan helemaal vol met water staan. Dus als het heel hard regent in Enschede, en dat doet het nog wel eens, dan kan deze hele bak vol water lopen. En dat zorgt ervoor dat iedereen die omheen woont droge voeten houdt. Mensen weten wel dat er veel waterproblemen zijn in Enschede. Elk jaar staat de Prinsessentunnel wel eens onder water. En heel veel mensen ervaren grondwateroverlast. Dat is echt een groot vervelend probleem voor mensen in hun kelders. Maar veel mensen beseffen nog niet dat Enschede van alles doet om dit aan te pakken. En daar is Enschede echt bijzonder in. Op de schaal van Nederland valt Enschede echt op dat ze zoveel dingen doet om water in de stad weer terug te krijgen. En zoals hier, zo'n grote open waterpartij aanleggen, dat is echt uniek. Enschede deed het al in 2006. Een aantal jaren later kwam Rotterdam met een waterplein. Maar eigenlijk ligt het eerste waterplein van Nederland ligt hier in Enschede. Ja, en wie weet dat nou? Goed nieuws voor het Rijksmuseum Twente. Het museum in Enschede is uitgeroepen tot het 1 na beste kunstmuseum van Nederland. 2000 Nederlanders hebben via de website Zoever gestemd op hun favoriete kunstmuseum. Het Rijksmuseum Twente kreeg een derde van alle stemmen. Het Mauritshuis in Den Haag won deze verkiezing. Er komt een gigantische eekhoorn aan de wand van De Beurs in Hengelo. Kunstenaar Eelco van den Berg is druk bezig met schilderen. Het is de tweede keer dat Van den Berg de parkeergarage onder handen neemt. Vorig jaar maakte hij een poezenkop op de muur. Nou, ik heb vorig jaar eigenlijk de kat gemaakt, het eerste stuk. En dat was heel goed ontvangen. En toen was de vraag, wil je niet de hele gevel doen? In ieder geval, dat idee had ik eigenlijk al zelf. Want ik dacht, van hoe gaaf zou het zijn om de hele wand te doen? En nu ben ik eigenlijk het aansluitende stuk aan het maken. En u bent met een eekhoorn. Bent u zelf op dit idee gekomen? Ja, ik was heel erg aan het soort van brainstormen, hoe ga ik dit vervolgen? In eerste instantie was het eigenlijk alleen mijn bedoeling dat ik de kat neer zou zetten. Maar het leek me wel grappig, omdat mensen toch deze kant naar het centrum gaan. En een beetje de symboliek van de eekhoorn die sprokkelt en verzamelt, weet je wel. Dat is een soort van metafoor voor het kopen en het winkelen. En hoe werk je nou zoiets uit? Nou, normaliter werk ik met een projector. 'S Avonds als het donker is, dan projecteer ik de outlines en die trek ik over. Dan heb ik eigenlijk gewoon een soort van houvast. In dit geval is er heel weinig afstand om te projecteren. En had ik het idee, omdat eigenlijk die glazen platen een soort van grid vormen, om die lijnen over te nemen op een ontwerp. Dus ik ben nu eigenlijk echt de vlakjes soort van aan het nalopen. En ik ben nu met een vetcap, dus een cap die hele grote straal geeft, heel grof aan het inkleuren. En als alles erop staat, ga ik het helemaal strak trekken en dan komen de kleine details. Dus ik werk eigenlijk echt van grof naar steeds verfijnder.
Ik ben al vanaf midden jaren 80 bezig met graffiti. Ja, naast dit maak ik dus illustraties, ik maak schilderijen, ik exposeer ook veel, ik reis veel rond. Dus ik maak plaatjes. Kun je het eigenlijk wel een uit de hand gelopen hobby noemen? Ja, ik heb ook nooit het gevoel dat als ik het gevoel krijg dat ik aan het werk ben, dan stop ik er ook mee. In museum No Hero in Delden is vanaf morgen een expositie te zien over naakt in de kunst. De expositie met de naam #MeToo moet mensen aan het denken zetten over dit onderwerp. Is elke blote borst in een schilderij tegenwoordig omstreden? Nou, er was steeds meer geruchten in het nieuws over kunst die niet meer getoond mocht worden in de publieke ruimte. En we hadden heel recent in Almelo een voorbeeld in de rechtbank waarbij een werk van Jan Gierveld werd verwijderd. Omdat een vrouw er aanstoot aan had genomen. En dat was directe aanleiding om deze tentoonstelling nu te organiseren. Wat is het precies? Wat zien we vandaag? Heel veel naakt, hè? Dat kan je verwachten, naakt in de kunst. En wat we hebben gedaan is werk uit onze eigen collectie, de collectie No Hero. Daar dan de naakten uit te zoeken. We hebben niet alleen maar naakten natuurlijk, maar die hebben hier een aantal bij elkaar gezet uit verschillende landen. Om de discussie over naakt in de publieke ruimte met elkaar te voeren. Heb je al reacties gehad van mensen die zeggen, ik vind het echt niet kunnen wat hier hangt? Nee, ik denk dat dat ook komt doordat het een museum is. En de meeste mensen zijn best wel gewend aan naakt in musea. Maar daar vind ik het eigenlijk ook wel belangrijk over om daarover te hebben. Want een goed voorbeeld is het werk wat hier achter me hangt van Paul Chabas. Hier zie je een aantal naakte vrouwen in een bootje met een kindje vooraan. Nou, dat ziet er heel gezellig uit. We zijn ook wel gewend aan dat soort beeldende kunst. Maar eigenlijk is dat best vreemd. Want in die tijd dat het schilderij werd gemaakt, zou je nooit mensen op die manier op een bootje hebben gezien. Maar als je weet dat Paul Chabas ook minderjarige modellen gebruikte en daar ook seksuele verhoudingen mee had, vinden we dan eigenlijk nog steeds oké dat dat werk hier in de publieke ruimte hangt. Dus als je iets weet over de kunstenaar en je weet dat hij dingen heeft gedaan die wij niet acceptabel vinden, is het dan nog steeds oké om met z'n allen naar zo'n kunstwerk te kijken. Daar gaat deze discussie ook over. Deze tentoonstelling gaat juist over mensen aan denken zetten. Mensen bewust maken van wat we doen. Niet om te zeggen het moet uit musea, niet om juist te zeggen het moet blijven. Maar ik wil dat mensen zelf erover nadenken en met elkaar over praten. Nou, we zijn open tussen 11 en 5. Iedereen is de hele dag welkom. Members van ons museum hebben altijd gratis toegang. Dus voor €20 kan je member worden, kan je het hele jaar gratis naar binnen. We hebben lekkere dingen voor bij de koffie. En een lezing om 3:00 middags van Leon Hansen, een cultuurhistoricus die ook een artikel in Trouw heeft geschreven over dit onderwerp. Die is gratis en voor iedereen toegankelijk. En dan nog het weer. Het wordt erg koud vannacht met lichte nachtvorst. Morgen begint de dag met mist, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Het blijft de komende dagen droog en de temperatuur gaat dag na dag weer wat omhoog. Lekker najaarsweer dus. Tot zover het nieuws. Zometeen op 1 Twente, de ballenverstand. Twente Breed en de eerste aflevering van Rock'n'Roll Circus. Ik wens u een fijne avond.